Leuk jullie kijken naar een nieuwe video en ik ga het eventjes anders doen. Het is een soort van weekvlog vandaag, maar het wordt een en al gekkigheid, dat beloof ik. Jongens, ik wil jullie allereerst heel erg bedanken voor echt de lijpe support op wat is er gebeurd. Hij staat nu 2 dagen online en hij staat gewoon op nummer 17 in de top 50 in Nederland. En dit is echt wel toch wel een soort van droom voor mij die uitkomt, jongens. Toen ik begon met muziek maken had ik echt nooit verwacht dat het zo lijp zou kunnen gaan. En het is echt bizar, jongens. Jullie maken zoveel leuke TikToks ermee. Jullie taggen mij in al jullie stories. En jullie zijn allemaal zo blij. En jullie maken mij ook heel erg blij. Als ik gewoon al jullie reacties lees over wat is er gebeurd. En jullie gaan gewoon allemaal hartstikke goed op. En dat is ook precies de reden waarom hij op nummer 17 staat in de top 50 in Nederland. Dus blijf hem vooral doorstreamen. Zodat we in de top 10 komen te staan, jongens. Dat zou super lijp zijn. Vandaag een hele leuke, drukke planning. Want ik ga nu richting Stefan. En we gaan een video opnemen 24 uur overleven in Rotterdam. Maar eerst krijgen we bij Stefan thuis een lachcursus. Ik weet niet wat dat precies moet inhouden en waarom. Maar goed, jullie gaan het allemaal zien. Daarna gaan we richting Rotterdam en gaan we gewoon allemaal leuke dingetjes doen. Daarna ga ik richting Brabant, want wij gaan voetballen met Creators FC in Hasselt. Dus dat wordt ook gezellig. En daarna rijden we weer terug naar Rotterdam en dan gaan we uit in Club Munch. En dat wordt weer gekkigheid, dus... Ik heb er zin in, jongens. Deze video wordt trouwens een soort van weekvlog met allemaal gewoon leuke beelden en leuke dingetjes erin. Aangezien ik vandaag de hele dag half kan filmen, morgen heb ik ook weer een grappige dag waarin we waarschijnlijk allemaal brak zijn met z'n allen. Dus ik dacht, ik doe gewoon 2 dagen in 1 video, jongens. En dat is ook gewoon hartstikke leuk. Dus ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker eventjes. En vergeet niet wat er gebeurt te streamen, jongens. Holy shit. Plek 17. Bizar, echt bizar. Wat is er gebeurd? Hier komt niets of niemand tussen. Oké, linkerarm omhoog, we hebben een rolmaat in. Trek op een haakband uit naar onze schouder. Ha. Ha? 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 Ik ben geweldig. We hebben dus nu een lachcursus, jongens. Dit is zo raar. Geweldig. Ik ben geweldig. Geweldig. Jij bent geweldig. Jij bent geweldig. Mooi, hij voelt het. Zo, jongens. We hebben een lachcursus gedaan en mijn stem is naar de kloten. Ik heb gelopen schreeuwen, lopen lachen. Zo, hoor dan, mijn stem is echt weg. Wow. Hoe is het, mij? Ben je al helemaal lach? Ben je alweer afgekikt van het lachen? Ja, ik lach echt niet meer. Ik ben helemaal gelijk, kan niks meer afschuren. Nee, die was echt goed. We zijn nu onderweg richting Rotterdam. Ik wilde zeggen Amsterdam, maar het wordt Rotterdam. En we gaan gezellig... Wat gaan we eigenlijk doen in Rotterdam? Vrouw Kippest. Ja, dingen en zo. We gaan geen bier drinken, toch? Nee. Oh, wat? Nee, dat heb ik gisteren nog gedronken. Nee, we gaan vandaag even een keertje rustig aan doen. Ja. Ik wil ook geen bier drinken. Ja, kan je dan misschien gewoon eentje zou wel kunnen. Oh. Huh? Gewoon eentje zou wel kunnen, maar gewoon, dan houden we het aan. Oké, nou we gaan het wel zien, jongens. Eerst even lekker eten. We zijn aangekomen in Rotterdam, maar ik moet om 4:30 moet ik eigenlijk al in Rosmalen zijn. En het is een uurtje rijden. Ik ben hier trouwens ook met Floris. Hey. Morgen. Ja, dus dat is niet zo best. Ik heb eigenlijk nu nog maar 10 minuten om eigenlijk straks naar dinges te... Ja, ik heb 10 minuten hier en dan moet ik eigenlijk alweer weg. Maar goed, fuck it. Fuck it. En daarna gaan we dus met z'n allen uit in Rotterdam, jongens. Dus het wordt weer een fantastisch leuke avond. Nou, dat was kort maar krachtig. We waren even bij Joel thuis, bij Joeltje. Maar ik moet eigenlijk al weg, want anders kom ik te laat. Dus let's go, richting Rosmalen. Ik dacht, ik ga naar Rotterdam en dan is Rosmalen... Nou, wat is het, een half uurtje rijden of zo? Maar het is 50 minuten nog richting Rosmalen. Of naar Rosmalen, vanaf hier, vanaf Rotterdam. Dus we wilden je eigenlijk een video opnemen dat we 24 uur gingen overleven in Rotterdam. Maar goed, dit was een korte 24 uur. Maar vanavond sluit ik gewoon weer gezellig aan en gaan we lekker een drankje drinken, jongens. Dus dat wordt helemaal fantastisch. Maar eerst lekker voetballen bij Creators FC, jongens. Ik heb er echt zin in. Ik heb echt al lang, voor mijn gevoel, heb ik echt al lang niet meer meegaan met Creators. Omdat ik elke keer niet kon of het was, volgens mij, of ik was op vakantie of zo. Maar nu gaan we er weer even tegenaan. We gaan eventjes winnen, jongens. En ik moet echt even ophouden met schreeuwen. Mijn stem is gewoon nog steeds... Mijn stem is gewoon nog steeds echt slecht en schor. Maar we hebben wel gelachen. We zijn er bijna. Nog 3 minuten, jongens. Ik ben benieuwd hoe druk het is. Volgens mij zijn er 2000 kaarten verkocht.
Dus als het goed is het aardig druk, jongens. En ik ben ook benieuwd wie er spelen allemaal vandaag. Ik weet dat Niek die komt ook en die gaat vanavond ook weer gezellig mee uit. Maar ja, ik ben benieuwd hoe druk het is. Als het goed is het ergens hier. Maar goed, jongens, we gaan het zien. Jezus, die Lambo van Siet staat hier ook. Wat is dit voor een gekke kleur? Dik hoor. Het is al lekker druk. Heel publiek zit vol. Lekker hoor. Ik heb prutsen van allemaal. Ik heb vanochtend een lachcursus gehad. Oh, dat is wel doorgegaan. Ja, ik heb een lachcursus gehad. En hoe was het? Het was echt superleuk. Als lachen? Ja, we moesten allemaal zo staan in het bos en dan deden we zo. Een touwtje omhoog trekken met ha, 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 ha. Wat een sporttip, nee man. Dat was heel raar, maar goed. Dat was kut. Ja, maar ik ga vanavond dus niet drinken. Ik kan niet hoor. Hij zit hier. Vind je dat normaal? Ja. Ja, normaal. Ja. Is dat echt normaal? Hey, ophouden jij. Laatste waarschuwing. Maar weet je, laat het zo oppassen, hè? Het is niet leuk, of ben je... Ja. Maar thuis op de eerste helft. We zijn 3-1 achter. Zit jij nou te lachen? Zit jij nou te lachen? Omdat er wat? Wat zeg jij? Ik heb niet gewonnen. Nee, maar dit is pas de eerste helft, hè? Dus we kunnen nog winnen. Gaan ze nog winnen zo? Ja. Ja, wij gaan winnen, ik weet het zeker. We staan nu 3-1 achter, jongens. Potje hond. Ik ga hem doorzetten. Kom door jou, hè? Jij moet scoren. We gaan scoren van. Nee, anders gaan we niet uit. Vind ik ook. 4-4 geworden, jongens, uiteindelijk. Wat een pot, hé. En rood, hè? Ik rood, maar die was voor niet. Ja, hij was eigenlijk voor jou, die rode kaart. Maar ja, ik trapte hem terecht. Wat gebeurde er? Bas scoort, keeper pakt de bal, dus ik mag die bal. Gooit hij weg, ik pak gewoon de bal. Trapt hij me na, trapt hij me nog een keer na. Ik draai om, trap die bal tegen hem aan. Ja, hij krijgt rood. Hij gaf zo'n trap op je ding. Ja, maar hij krijgt rood. Ja, Sebas krijgt rood. Dus de volgende wedstrijd gaat erbij. Ja. Volgende wedstrijd gaat erbij. Mag het? Nee, toen is het bullshit. Dat is goed. Maar gelukkig 4-4 geworden. Dat is lekker. Omkleden en dan richting Rotterdam, jongens. Maar door dit ga ik niet drinken vanavond. Dan kunnen we ze een box geven. Ja, dan kunnen we ze een box geven. Zijn ze koud of lijken ze koud? Voel. Oh. Het staat hier. Hij liep met die bal. Magie. Mannen, proost. Op de overwinning. Op de overwinning. Punt. Helemaal lap. Ik ben hier. Gaat goed. Met Vincent, ik moet zeggen, ik heb nu al een team. Helemaal lap, jongens. Ik ben sowieso allemaal zien. Deze mensen allemaal nep. Ik ben man of the match. Deze Turk was echt agressief vandaag. Helemaal. Hij duwt gewoon keepers en shit. Ik duwde geen keeper. Huh? Het was geen keeper. Wat was het dan? Was die nummer 6. Ik heb ook iemand gebagd vandaag. Dat gaat. Ja, dat is goed. Sa. Tot zover de takeover van Ayoub. Geef een 10. Wat wil je zeggen? Doei. Doei. Ja, zeg maar. Esso naar Gio. Esso naar Gio. Iedereen wilde even in de vlog. Nou, bij deze. Ik heb allemaal Vincent. En? En abonneer. En? Abonneer. En nou weer. En? Luister mijn nieuwe nummer. En luister mijn nieuwe nummer. Zo jongens, dat was hem weer. En sorry voor... sorry voor de mensen die geen foto hebben kunnen nemen. Maar ik moest helaas weg. En het was heel druk. Dus als je geen foto hebt, sorry. Volgende keer. Daar zijn we. Kop van Zuid. Godverdorie, Niek. Hey. Och, wat lekker. Wat lekker. Nou, ik heb een beetje last van mijn rug. Beetje stijfjes. Hoe kan het nou? Dus het is tijd om het eventjes af te toppen. Met wat? Met een koude douche. Yeah. Oh ja, jongens. Nou, we zitten in een hotel. We gaan even lekker douchen. Wat is een voorbouw over vanavond? 269. Naar rechts. Oh, naar rechts. Allemaal rechts. Stefan en zo, die slapen hier ook allemaal. Dat wordt herrend. Dus dat wordt gezellig. Oeh. Hou hem er tegenaan. Do you want to sleep with me tonight? Oh, hij doet het. Oh. Doe hem erin. Wow. Gast. Hey, dit is serieus echt een goed hotel, man. Huh? Wat chill. Dit is chill. Vet. Oh, lekker, jongens. Shotgun. Oh, wat shotgun. De douche. Oh! Oh, lekker man. Oh, ik blijf lekker thuis vanavond, denk ik. Snap ik. Ik ben echt een beetje moe eigenlijk. Oh. Kijk, we hebben Nina, die komt ook vanavond naar Rotterdam. Die shoot in jouw videoclip. Is dat jouw vriendinnetje?
Dat wordt ze wel. Oh. Wordt ze wel, ja. Lekker jongens, wij gaan eventjes lekker douchen. En dan gaan we zo richting Jultje, want daar is de rest. En dan gaan we vanavond gezellig naar de Munch. Naar Super Rich Kids. En dan gaan we even gezellig... Holy shit, er wordt iemand afgevoerd. Wat zeg je? Oh. Oh, oh. 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 Ja, zo gaan wij vanavond ook eindigen, denk ik. In de ambulance! Kunnen we eigenlijk echt een grap over maken? Dit is een noodmaal! Wie helpt me uit de brand? Het is tijd om richting Jul te gaan en daarna gaan we uit in de Munch, wat ik net al zei. Dus de volgende beelden zijn op mijn telefoon. En anders zie je ons brak in 3, 2, 1. Goedemorgen! Vincent, van wie is dit slipje? Eerlijk zeggen. Dat is mijn onderbroek. Waarom ruikt het nee, die is niet van mij. En wie heeft de 5 streepjes dan? Op de telefoon. Ken je dit liedje of niet? 2. Wauw. 2. Deze? Wauw. Dat is mijn jam. Wat is dat voor nummer? Top 50 of zo. Wajo. Dik. Heb je een nacht erbij gehad, hè? Ja, niet normaal. Ik heb samen met mijn lied geslapen. Oh, jongens. Gisteren was zo leuk. Het was gezellig. Ik heb nog steeds pijn in mijn pik gehad. Maar ik heb... Wat zeg jij nou? Je hebt ook kort geslapen dus. Fijn dat mijn kont ook! Oh, ik hoor het! Hé, maar wel chill dat we niet hebben gedronken. Ik voel me daardoor wel echt veel beter. Ja, dat is ja, oprecht. Toch? Eerlijk, ik heb eigenlijk verwacht dat toen jij zei ik ga maar één drankje doen, dat je meer gaat drinken. Maar... Ik zou nooit drinken, bro! Ja. Wat is een goede vraag. Oh, je kan misschien hier zien wat er is gebeurd. Oh, dat is gebeurd. Ja, precies. Ja. Nee, sorry. Oh, nee. Nee, 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 nee. Nee, man. Nee, niet doen. Ja, zo toch, bro. Niet doen, niet doen. Dit zat in jouw toilet dan. Dit zat in jouw toilet. Wat is dat? Oh, what the fuck? Wat? Wow! Nee. Nee, nee, nee. Dit zou ik nooit doen, man. Dit is alcoholvrij. Voor de vlog van Vincent, notabene. Dat is echt... We zijn maar 3 mensen. Ja. Nee, geen brakke gezicht ook, toch? Hé, hey, luister. Alcoholvrije vodka is super lekker. Ja! Ik ook. Waarom bestaat dat? We kunnen het gewoon echt vullen met water en dan gewoon echt van chukken. Oh, dit was toch ook water? Ja, ja. Ja, dit was 100% water. Oh! Oh, mijn god. Oh, jongens, het was gisteren wel hartstikke gezellig. Nee, maar ik ga lekker mijn bedje uit. En dan gaan we er weer vandoor. Frisse lucht. Ja, want de lucht is echt schoon hier op de kop. Hoe zou het niet schoon zijn? Och, jongens, ik ga lekker naar huis. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe video. Ik vind het eigenlijk niet leuk dat we met aparte auto's allemaal. Dat is niet gezellig. Nee, dat is niet gezellig. Nou, we gaan nog even onderweg ergens ontbijten, toch? Ja, ik ga zo lekker naar Ajax. Hey, wat leuk. Leuk, hè? Ik live voor Manchester United vandaag. Voor de pot. Holy shit. Wie speelt Ajax? Weet ik niet. Het is vandaag zondag en ik keek even in de charts, maar wat is er gebeurd is gezakt naar plek 20, jongens. Nee, maar dat is niet erg, maar blijf hem gewoon streamen, jongens, want we gaan hem alsnog gewoon doorpushen. En het zou leuk zijn als hij nog weer even wat hoger komt dan 20, maar ik ben nu ook sowieso al heel erg bij. Dus sowieso al, dankjewel. Dag. Wij gaan nog even lekker lunchen hier, jongens, want zij hebben haast, zij moeten weer terug. Maar wij leven niet met haast, Nick. Maat, ik ga niet naar, ik ga naar een baby shower. Naar wat? Een baby shower. Een baby shower? Ja. Heb je niet gehoord? Nee. Ze heeft een kind, hè? Moet even normaal. Nee, wij gaan even lekker lunchen bij Rolfs, jongens. Of nou, lunchen, ontbijten eigenlijk meer. Maar dat is een tentje hier bij Kop van Zuid. Dat is heerlijk. Wat? Huh? Ver? Nee. Ben je zo zwaar dan? Nee, natuurlijk niet. Ik was van mijn keel. Jij ook? Ja, klopt. Maar ik heb ook... Ik ben zeg maar nog steeds schor. Je hoort het ook heel erg, ik ben nog steeds schor over van die lachcursus en dan ook nog in de club sta je ook de hele tijd met je Ja, het was ook wel echt koud gisteren op het veld, hè? Ja, klopt. Wel 2 keer gescoord, jongens. Glaasjes dit. Ja, leuk, hè? Nou, jongens, even lekker een smoothie en een cappuccinootje. Daar gaan we van opknappen. Daar. Kikken je.
bovenop. Geen. Wij hebben lekker ontbeten en het is tijd om naar huis te gaan. Ga je doen eigenlijk vandaag? Ik ga naar Ajax. Oh, leuk. En voor de rest niet heel veel. Gaat het wel een beetje? Ik merk, er is iets. Gaat het wel goed? Nee. Oh, dat zat dwars. Nu gaat het. Hey. 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 Dag, hè? Dag. Wat een avond, jongens. Het was echt super gezellig met z'n allen. Danny is gisteren trouwens, opeens was Danny weg. En toen stuurde ze live locatie, hij was naar huis gerend. Geen idee, maar goed. Hij is gelukkig goed thuisgekomen, dus dat is perfect. Maar jongens, wat een avond. Het was echt hartstikke gezellig. We zijn weer lekker thuis. Heerlijk. Oh, jongens. Ik ben echt heel erg stijf. Ik denk dat het komt door het voetbal. Nou, trouwens, ik denk dat het komt. Het komt 100% door het voetbal van gisteren. Maar mijn kuiten doen pijn. En mijn lies doet pijn. Maar goed, ik moet niet zo zeuren. Want Joris die is onderweg naar hier, naar Amstelveen. En dan komt hij mij ophalen. En dan gaan we gezellig naar Ajax, jongens. Ik weet niet tegen wie ze spelen. Maar het is sowieso altijd leuk om voetbal te kijken in de arena. Dus ik ga me even omkleden. Ik ga me een beetje opfrissen. En dan gaan we lekker voetbal kijken, jongens. Goh. Hé, hey, jongens, wat zijn we uit, hè? Gaan we weer. Bas, hoe voel je? Geweldig. Bas die is een beetje brak. Maar ik voel me kip lekker. Daar niet van. Ik heb ook gisteren niet gedronken. Echt niet. Dat was ik niet. Dat was een andere Vincent. Maar goed jongens, daar is hij, de arena. De woonmal. Ja, we gaan shoppen bij de woonmal. Terwijl Ajax speelt. Mooi. Goeie keus. Zitten we weer, jongens. Dames en heren, jongens en meisjes, dat was alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zo ja, geef hem een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Vergeet wat is er gebeurd niet kapot te streamen. Want we staan nog steeds in de top 50 op plek 18. En ik ben er zo blij om. Maar goed jongens, ik zie jullie bij de volgende video. Later!